Nederland. Het Nederland. Ik ga jullie voorstellen van DVO Haaksbergen. Luca Hieprink. Ook in de finale Supercross BVC Brian Noordam. All-Stars BMX Nederland met Team Vermeulen. FCV Gendelmaals Keldermaals met Thijs Blok. Voor Veldhoven Wessel van Roosmalen. Lion Merch, Tijmen, Nolan Meijer. FC Unitas Assen, Toby van Es. En voor de Fugelcrossers, Luca de Roy. Mannen, succes! En het gaat hier om de toekomst, dames en heren. We gaan samen nu gaan zeggen: hop, 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 hop. Gaas erop, gaat het helemaal mis. Voor Luca de Roy, heel erg al, heel erg sterk. Top 3 van de stad is af. En dan moet hij terugkomen van positie nummer 8. Voordaan gaan we kijken wat gaat hier gebeuren. Het nummer 8, de jongen aan de leiding. Tony van Es. Van Es aan de leiding voor jullie gast. In de gemeente 151 staat hij met nummer 5. En dan gaan we kijken naar Daylight. En die Vermeulen op de nummer 3. Kan de Roy nog aanbraak maken op die finale plek? Hij is vandaag, nee vandaag niet, gisteren morgen les. Zit inmiddels al in de plek nummer 4-3. En gaat hij op zoek naar de eerste plek. Maar vanaf zit hij naar 38. Van Tony van Es. Tony van Es, in de klas. Gaat hij hier de prijs pakken? Gaat hij hier dan een NK winnen vandaag in de herfst? Ik denk het wel. De prijs gaat weer naar Assen. We gaan de winnaar noemen. Nederlands kampioen, Tony van Es. Volgende vraag is dan